We gaan hem eindelijk proberen. De Maybelline Colosso Curl Bounce. Ik heb mijn wimpers net even gekruld. Daar gaan we. Ik doe altijd het bolle kantje zo. Ik ga even in de vergrootstand. Ja, ik snap hem wel, maar het is een dunne, natte formule, vind ik. En ik heb liever altijd een beetje iets droger. Maar misschien wordt hij natuurlijk nog wat droger naarmate hij hem langer gebruikt. Dit is één laagje. Dus even onder ook doen. Want dat vind ik altijd wel een leuk gezicht. Het bochtje is heel fijn voor onder, want dit is precies het bochtje van mijn oog. Oké, we gaan een tweede laagje aanbrengen. Kijken of we iets meer woem kunnen krijgen. Ah. Ah. Zeker wel. Ik heb een beetje gemorst hier. We smutsen het zo weg. Oké, heel goed. Zeker mooi. Ja. Ik ben benieuwd of het gaat vleken afgeven, smutsen, noem maar op. Maar met aanbrengen, twee laagjes, is voor mij meer. Ik kijk of ik even wat lager kan zetten. Zonder tie-dye. Dat dus heet geen tie-dye. Het heet geen tie-dye. Streepje mijn waterlijn aan de bovenkant. Ik weet, ik kan even niet op de naam komen. Vind ik het echt wel jouwer. Zien ze er echt goed uit. Ja. Zeker wel. Even weer iets hoger. Oh nee, dat is een verkeerde. Deze is iets hoger. Zo, daar ben ik weer. Ja. Ja.